Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Navanant, Hanze Dranken en Kasteel Witten. Navanant Kookt is deze week de gast bij Kasteel Witten in het zuiden van Limburg. Het unieke rijksmonument werd vermoedelijk gebouwd in de 11e eeuw en is vanaf het begin al een comfortabele verblijfplaats voor gasten. Ronald en zijn vrouw Sylvia zorgen er als kasteelheer en vrouw voor dat hun gasten aan niets ontbreekt tijdens het verblijf in het authentieke kasteelhotel. In de brasserie Violin kunnen gasten tevens genieten van verrassende gerechten die onder leiding van chefkok Erik van der Weijer worden bereid. Erik laat ons deze week zien hoe we met producten uit de streek unieke gerechten kunnen maken. Welkom bij Navanant Kookt. We gaan weer een leuk visgerechtje maken. Ik heb voor vandaag een mooi zeebarsje. Gaan we bijmaken een mooi kompotje van Groningen trostomaten en roerige gebakken asperges. Een beetje olijfolie in een pannetje. Laten we vast een beetje warm worden. Dan doen we de tomaatjes mooi door de helft snijden. Groningen trostomaatjes hebben ook een heel lekker aroma van een trostomaat en een beetje honing. Ja, dat zegt de naam eigenlijk al. Maar het is echt een heel, heel lekkere smaak. Zo, de tomaatjes zijn doorgesneden. Zo, begin ik een slotje, even snipperen. Even schoonmaken, bovenkantje eraf, onderkantje eraf. Fijn snijden, schilletje ervan af. Tot de helft. Kijken naar het vliesje, dan schrijf je uit met een mesje. Dan snij je hem in. Mooie reepjes maken. Van de zijkant. Gewone shallotjes, die kleintjes, die zijn ietsje scherper. Maar ik pak altijd bananenshallotten. En dat noemen ze eigenlijk bananenshallotten, omdat die de vorm van een banaan heeft. En die is eigenlijk makkelijker te snipperen. Waar ik normaal 3-4 shallotjes voor nodig heb, heb ik nog maar eentje nodig. Doe de shallotjes doe ik in een pannetje waar ik de olijfolie heb ingedaan. Moet die langzaam aanzweten. Dan heb ik een tintje knoflook. Dat doe ik erbij. Dan doe ik de honing trostomaatjes erbij. Ik bewaar ook altijd de stengels doe ik ook erbij, want die geven extra smaak af. Dan heb ik een klein beetje witte wijn. Doe ik hem mee aflossen. Klein beetje tomatensap. En dan doe ik nog een klein beetje aceto balsamico doe ik erbij. En dan ga ik de kruiden toevoegen. Een beetje tijm heb ik, een beetje rozemarijn. Maar een beetje lekkere mediterraanse kruiden. Dan zal ik een kompotje aan de zijkant van de plaat, want anders gaat het te hard en worden de tomaten te gaar. Kruiden erbij. Doorroeren. Peperzout. We laten lekker trekken zo. Dan heb ik mooie witte asperges. Die ga ik schillen. Weer anderhalve keer, dat doe ik altijd. Anderhalve keer rond. Dat is niks zo vervelend als je van die aspergedraden in je gerecht hebt. We gaan nu de asperges gaan we dadelijk schuin wegsnijden. En dan gaan we straks lekker opbakken. En door het bakken van de asperge komen suikers vrij. En dan krijg je een soort karamel. En dan krijg je een hele aparte lekkere karamelsmaak aan de asperges. Wat heel lekker is bij zo'n stukje vis. Ja, in dit geval een mooi stukje zeebaars. Zeebaarsje is natuurlijk een vis wat uit de zee komt. Dus
Nou, het is eigenlijk al een mooi exemplaartje. Best een mooie grootte van de zeebaars. En ik zelf vind het een van de lekkerste vissoorten. Zo, het snijkt de sparges gewoon mooi schuin weg. De smaak van de gebakken sparges met de tomatenkompot aan de zeebaars is echt gewoon een super lekkere combinatie. In de tussentijd zet ik alvast een pannetje op het vuur, dat hij mooi warm wordt, zodat ik straks mooi mijn visje kan bakken. Nou, ik doe een stukje zeebaars doe ik altijd even van tevoren even zouten. Dan krijg ik een extra mooi krokant velletje. En het velletje kun je gewoon mee eten. De meeste mensen vinden het niet zo lekker, maar ik vind het persoonlijk, als een mooi krokant gebakken is, is er niks mis mee. Zo, zeebaarsje. Draai ik hem even om. Goed, twee kanten peper en zouten. De pan is goed heet. Kunnen we ook een visje mooi bakken. Kompotjes klaar. Snij nog een klein beetje bieslook straks door de asperges in te doen. De kleur mooi. Een klein beetje koud bindmiddel erbij. Dan gaat hij die kompot mooi binden. Nou, de visjes zijn aan de zijkant, anders gaan ze te hard. Dus is mijn pannetje warm voor de asperges. Nou, dat is mooi. Beetje boter. Hier hoor je ook echt sissen. Als je het vuur niet, het pan niet heet genoeg is, dan komt het karamel niet vrij. Dan komen de suikers niet vrij uit de asperges, dan krijg je ook geen mooi kleurtje. Oh, een beetje zout. De takjes kunnen eruit, die hebben hun werk gedaan. Ik heb er geen suiker bij gedaan. Nou, de asperges te zien beginnen mooi te karamelliseren. En dat komt gewoon omdat in de asperges zit gewoon suiker in van zichzelf. Nou, een klein klontje boter erin. En dan de bieslook. Ik heb een mooi bordje gevonden. De asperges zijn mooi gebakken, lekker op smaak. Nou, ik ga het gerechtje mooi dresseren. Zo, ik pak mooi de gebakken asperges. Ik doe het mooi in het midden van het bordje. Zo. Het zijn mooie beetgaar. Dan heb ik een mooi kompotje met de kruiden en de aroma's en de azijnen en de zuren. Wat je ruikt, dat is heerlijk. Dat is gewoon top. Zo. Een beetje van vocht erbij. En dan hebben we hier een mooi stukje zeebaars. Nou, dan doe ik nog even een klein beetje zeezout op. Voor het af te maken. En dan pak ik het visje mooi. Zo. Zo, weer een leuk receptje. Wilde je het thuis maken, kijk op de site of op de app. En bon appétit. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Navenant, Hansen Dranken en Kasteel Witten.